gestoord. Niet normaal. Daniel! Oh, sorry. Yeah. Your food! Take a cookie, it's lucky cookie. Nah. They're really good. I farted. Dustin! Yes? Why do you have sunglasses? Because it hurts if you get an insect in your eyes with 120 kilometers per hour. Okay. And also rain does really hurt. Yeah? You will feel it if it's rain. We're not going 120, right? Nah, maybe because we are four now, maybe it's just 110 or something like that. If you don't feel safe, Daniel, I can go a bit. No. But you are in my team, I don't care. It's okay. We'll see. Het is ongekend, maar deze boot kan 120 km per uur. Het is bizar. Dit wordt een ritje, zeg. Dit wordt wat. Goedemorgen, ik wil er heel graag doorheen als het kan. Ja, momenteel is de jachtsluis nog gestremd. U kunt hier de grote sluizen komen. Ja. U heeft geen marifoon, hè? Nee. Mag ik dan even uw telefoonnummer noteren? Dan kan de sluismeester u dadelijk bellen. En dan hoort u welke sluis u mee kunt. Is goed, dat is 06. Ja, mag ik even... Een hele goede morgen, lieve mensen. Wij staan op dit moment in een sluis, zoals jullie kunnen zien. En we zijn aan het wachten hier zo, tot we mogen schutten. We hadden een klein probleempje met het schutten. We stonden net bij de sportsluis. Alleen daar zijn ze helaas aan het werk. En we zijn inmiddels, nou ja, uurtje, anderhalf uur later, kunnen we eindelijk het water op. Als we dit hadden geweten, dan waren we uiteraard met de boot gaan rijden. En dan hadden we gewoon de boot naar een andere trailerhelling gebracht. Maar goed. We zijn er bijna doorheen. Dan kan het visavontuur starten. We wilden rond een uurtje of 7 starten. Het is inmiddels 8:30. Maakt niet uit. Are you excited? Of course I'm excited. We lost 1.5 hours. Yeah. So, but now I'm excited because you said we will catch huge perch. Yeah. Wait. Het doel vandaag is grote baarsen, snoeken, misschien zelfs snoekbaars. Ik weet het niet. We gaan in ieder geval gewoon lekker vissen en lol maken. Ik heb mijn Duitse maatjes weer bij me en jullie hebben hun een keertje eerder ontmoet. Maar voor de mensen die ze niet hebben ontmoet, dit is Felix. Yes, I'm excited too. I hope you can start now. Lekker. Dit is Dustin, de eigenaar van de boot. En daar is... Mathis. Mathis, ja mooi! Mathis is de cameraman van Dustin. Ja, we gaan gewoon weer het mooiste van maken. En mocht je het leuk vinden om ook de Duitsstalige video's te kijken, dan kan je ook zeker even het YouTube kanaal checken van FirstCast TV. Dat is het kanaal van Dustin. Hij maakt heel erg hoge kwaliteit video's. Ze zijn super leuk om te kijken. En ja, het zijn natuurlijk ook heel veel mensen hier zo van jullie die gewoon goed Duits kunnen praten. Soms maken ze ook als Engelstalige video's. Zeker even de moeite waard om te checken. Go to next spot. I'm gonna get so many pike on this lipless crank. No, yeah, or maybe we try it at the tip of 10 meter first. Yeah, yeah, fish. Pike on the lipless crank. Help you. Just at the what? Ik let even niet op. Oh. No. Good fish. Super, super fun. But I got a soft rod, thick fluorocarbon, really hard fluorocarbon. It's gonna be okay. Ooh. I feel it scratching. come on, Pikey. Wait. Don't extend your arms. There we go. Yep, we got it! First fish of the day, my friend! Nice! Good. Swallowed it. Bring it out slowly, please. Really beautiful fish. Yeah. You can feel it's really muscular. Nice. Very good. And off she goes. Was it the first cast with a prototype here?
I caught it on this prototype, 55 millimeters, with a nice rattle inside. I really like this color as well. Nice silver, natural color, a little bit of orange. Yeah, off. Oh, fucking, I lost the fish. 110? Yeah. Yeah. Oh, I lost it again. Fuck now. We hebben in ieder geval lekker begin van de dag. Eerste stekje heb ik gelijk een mooi snoekje. Tweede stek hier, zo heb ik net ook twee keer beet gehad. Bijna zeker een snoek. En ik kwam er net achter dat mijn haakje was uitgebogen. Maar op zich niet verkeerd. We hebben al wat actie gehad. We gaan zo even naar een andere plek. En daar gaan we een paar dikke baarsen vangen. Ik wil een beetje koude jatten. Het is een beetje frisjes. Birch? Ja, good fish. Nice, dude. Ja? Net. Net? Heb je hem? Nee, ja. Oh, oh. Ik kjokt aan een eel. Oh mijn god. Wat? Jezus, wat hier gebeurt, hé? Holy shit. He really swallowed the eel. Oh. Oh, yes, Daniel. Nice, man, nice, but this nice, is nice. Gross. Yeah, it's a big one. No, it's gross, like dirty. It's gross. Yeah, gross. It's gross as well. Can I say it in Dutch? It's a nice fish. Yeah. It's a mooie vis. It's a mooie vis. Ja, grote vis. It's a grote vis. Nou, kijk, hij kan gewoon Nederlands, hè? Maar echt, deze snoek, jongen, hij wordt geschept en er komt een paling uit zijn keel. Oh my god, Daniel, god, hey. If you eat it, I give you $1,000. 1,000 euros? Yeah, if you eat the whole thing. You will never do that. Hij zegt 1,000 euro als je die paling opeet. He doesn't know me yet. Ik kan het kast, joh. Stinky, stinky. No, it can't be stinky because it's fresh. It's stinky. No, it's not stinky. I inhaled it. Such a pussy, man. No, normally not, but... You're a pussy, man. Moet je nagaan wat een bizarre jaars dit zijn. Hij heeft net een paling van bijna een meter opgegeten. En dan pakt hij ook nog dat aasje. Het is ongekend. Het is echt, echt bizar. Yes, Daniel. Yeah, what a beautiful fish. Yeah. It's like I think it's 90. Almost 90, yeah? I think it's but 90. But it's really fat. It's 90er, richtig dik. Yeah. A lot of eggs. I would have preferred a perch, but yeah, no, it is like that. Baars wordt me eigenlijk wel geile vis. Oh my god. Dit is zo gek, dames en heren. Moet je kijken. Hè. Dit is de helft van de paling. Die paling was waarschijnlijk net zo groot als die snoek zelf. Die heeft hij gewoon opgegeten en dan ook nog het aasje erbij gepakt. Ja, ik vind het zonde dat hij hem heeft uitgekotst. Maar waarschijnlijk hing die staart uit zijn bek. Hungry this is crazy. Dude. Hungry dude. This is crazy. So, can I release it? Ja. Beautiful. Now he's sleeping. Yes. Yes. Good. Guys. You want to smell my finger? No. Look at it. Oh. He's being a pussy. I don't smell anything. Dat was echt een mooie vis. Echt vet. Yes. It was fun, to be honest. Nice. I'm on happy. What bait did you catch it on? What for aasje? It's our prototype. It's a lipless crank. It's 75 millimeters and it's good for shallow fishing. En wat heb je op je hand? Ah yeah, it's pike. If you catch pike, you look like that. Oh, oh, oh. That's hij zegt, als je snoeken vangt, dan zie je er zo uit. Yeah. Nou, on to the next one. On to op naar de volgende. One. Boom. It's your turn, man. Yes, now my turn. I try my best. You need to put on the mask. He has to put on the wrestling mask. Yeah. I think that's a good idea. Yeah, yeah, he was the last one to have a fish. Yeah. Before, the last one. Just for 10 minutes. Yes. Yeah. 3 weeks. Dit is echt top. We hadden afgesproken dat degene die als laatste een vis zou vangen, dat die voor 10 minuten een worstelmasker op moest hebben. Felix. Gaston, that's not funny. Dude, we have a lot of current.
Nice, dude. Right, big one. Lipless crank, den Schneider mit einem schönen Hecht. Wer noch da anhält, bitte? Nice, man! Thanks, buddy. Oh, we hebben weer vis! Yes! Snoek nummer 3. Heerlijk. We kwamen net ons maatje Hans nog tegen, Hans in Ruigrok. Dus het was ook wel even gezellig. Groetjes aan Hans. Jeetje, wat een weertje. Het begint te regenen. Dustin die verloor net een snoek helaas, die beet zijn lijn naar midden. Super zonde. En ja, het nadeel. We gaan hier nog even stekken proberen en dan gaan we nog een stukje terug. We hebben wel twee beten en één drift. Maar ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd. Ik hoop dat er even dik uit. Dustin. Oh. What is the plan? Yeah, I think we go to the spot where we started today, right? Yeah. So one more spot and then we will call it a day. Yeah. It was a hard day, but it was a good day. It was a fun day, but yeah. It was a hard day. Yes. Cold. That's the plan. Dus nog één plekje. We gaan nog even die laatste vis vangen. Dikke baars. En dan gaan we lekker naar huis. Mooi geweest. Could be. It's not doing much. Feels like a pipe. Don't want to lose it. You know what this means, Dustin? That you have to wear the mask. Can you go to your left then? Please. Yeah, got it. Nice. Lekker hoor! That's what we say in Holland. Lekker hoor! Right. Here we go. Cool fish, right? With the fin. Wow. Look at the fins, eh? Blossom zijn totaal geil. Huh? Super mooie vis. Alright, let's put it back. Yes! Nou dames en heren, dat was hem weer voor vandaag. Het was niet makkelijk. We gaan er lekker mee ophouden. De batterij van de dieptemeters die is leeg. Dus we moeten wel stoppen. Thank you Dustin. Ja, yeah, you're welcome. It was fun having you on my boat. And thank you Felix. Yeah, you're welcome. It was really fun, but no perch today. Ja jongens, wat was dat weer gek. We hebben een lekker dagje gevist, mooie vissen gevangen en dan ja, zo'n grote snoek die zo'n paling uitkotst. Het blijft bijzonder, ik zeg het vaak genoeg, als je gaat vissen, je maakt bijna altijd wat mee. Ja, weet je, vandaag helaas geen baarzen, maar wel een paar mooie snoeken. Vond je het nou een leuke video, geef dan sowieso even een likeje, abonneer hieronder. Abonneer ook even op het kanaal van Felix en van Dustin, linkjes staan hieronder. En er komt nu ook even een annotatie hierboven. En dan zie ik jullie graag aankomende woensdag terug om 7 uur bij een nieuwe video. De mazzel. Die katitten, olé! Die katitten, katoffen, zala!